President Chandrika Prasad Santokhi faciliteert samen met het UN Women een training voor vrouwelijke verkiezingskandidaten onder de 40 jaar om hun politieke vaardigheden en leiderschap te versterken. De training vindt op 18 en 19 november 2024 plaats op Trinidad en Tobago en is onderdeel van de Inzet voor Gendergelijkheid, SDG 5. Aruna Sarju leidt de samenwerking vanuit het kabinet van de president. Santokhi benadrukt het belang van vrouwelijk leiderschap voor Surinames ontwikkeling. Minister Stephen McAndrew ontving op 2 september de afstudeerthesis van Regina Gayadin. Die gaat over de juridische bescherming van de mentale gezondheid van werknemers in de private sector. Gayadin beveelt de goedkeuring van de arbeidsomstandighedenwet 2019 aan om werknemers beter te beschermen tegen werkdruk. De minister toonde interesse en erkende het belang van wetenschappelijk onderzoek voor het verbeteren van wetgeving. De Stichting Suriname Commission is opgericht om de Surinaamse film- en audiovisuele sector te ontwikkelen en Suriname internationaal te promoten als filmlocatie. Het initiatief, gestart door Eddie Wijngaarden, wil structuren en opleidingen opzetten om zowel lokale als internationale filmprojecten te ondersteunen. De eerste voorzitter is Carlo Jatnanan Singh. Suriname is aspirantlid van de Association of Film Commissioners International. De stichting streeft naar samenwerking met de Nederlandse Film Commission en richt een raad van advies op voor sectorfeedback. De stichting opereert onafhankelijk van de backlot.